Suriname Conservation Foundation, SCF, heeft vandaag met 14 Surinaamse bedrijven een Green Partnership programma ondertekend. Het doel van dit programma is om samen milieuvriendelijk te ondernemen. Deze actie is in verband met het 10-jarig bestaan van het Suriname Conservation Foundation. SCF Operation Manager Henk Brandon praat van een mijlpaal. Dat de 14 bedrijven de handen ineens slaan om preventief op te treden tegen milieuvervuiling is voor Brandon een grote positieve stap. Er zijn een aantal actiepunten die bedrijven reeds individueel uitvoeren. Het gaat om elektrificatie. Kirpelani bijvoorbeeld heeft een nieuw gebouw gezet en met de apparatuur die ze hebben geïnstalleerd kunnen ze een reductie van 20% realiseren. Assyria heeft een nieuw gebouw in gebruik genomen met zonnepanelen en alles wat daarmee te maken heeft. Ook zij reduceren een verbruik in hun energieverbruik. Dus een minder impact op ons milieu. Er zijn nog meer dingen die we kunnen doen. Wat we nu hebben gezegd is van luister nou, afgezien van het feit dat bedrijven individueel iets doen, laten we gezamenlijk iets doen. Een individuele actie heeft impact op die samenleving, maar een gezamenlijke actie heeft meer impact. Dus nu moeten we gaan samen zitten en gaan nadenken over, er zijn al een paar ideeën daarover, welke acties kunnen we als partnerschap, 14 bedrijven met ruim 10.000 werknemers, welke acties kunnen we ondernemen om daadwerkelijk een impact te maken op die samenleving. Brandon zegt verder dat het belangrijk is dat bedrijven de bedrijfsprocessen die schadelijk zijn voor het milieu zodanig aanpassen dat het milieu wordt beschermd. Het is een hernieuwde belofte aan het partnerschap waarbij de verschillende bedrijven, 14 van de grootste bedrijven in Suriname, hun toezegging doen dat ze bereid zijn om mee te werken met de Suriname Conservation Foundation om te helpen een bijdrage te leveren in het helpen realiseren van de doelstellingen van SCF. Het heeft te maken met een stukje vergroening, het heeft te maken met duurzaamheid. En duurzaamheid, vergroening zijn niet zaken die alleen maar voor een individu zijn weggelegd. Bedrijven in Suriname hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En deze 14 bedrijven hebben besloten dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Integendeel, ze pakken het op en ze gaan samen met SCF invulling geven. 10 jaar, wat heb je allemaal gedaan? Alles heeft groei nodig, toch? Dingen gebeuren niet overnight. We hebben 10 jaar zijn we gegroeid, we zijn nu een beetje volwassener geworden. De bedrijven beseffen beter wat er gebeurt. En nu zijn we op het punt gekomen dat er een daadwerkelijke commitment wordt gedaan naar SCF toe. Van luister nou, we zijn bereid om zowel intern als extern invulling te geven aan doelstellingen als beheer van de biodiversiteit, duurzaamheid en dat soort dingen. Dat was dus Henk Brandon, Operations Manager van de Suriname Conservation Foundation, over het Green Partnership programma dat vandaag is ondertekend met 14 bedrijven in Hotel Torarica.